het is zo raar dat ik hier zit om dit bespreekbaar te maken. En dat ik wil dat het bespreekbaar gemaakt moet worden. Het is de wereld op z'n kop. Maar het is wel nodig. Het is weer weekend. Je haalt je shirt uit de was en springt op de fiets. Buiten staan de witte lijnen weer vers op het veld. In de kantine ruik je de geur van automaatkoffie, gehaktballen en friet. En al is het nog maar net middag, het eerste biertje wordt getapt. Het is druk. Uitslagen worden voorspeld en over de opstelling wordt eindeloos gespeculeerd. Dit is de voetbalclub. De plek waar je van kleins af aan al komt. In de kantine loopt alles door elkaar heen. Wit, zwart, arm, rijk, aanvallers, verdedigers, voetballers met talent en voetballers met talent voor de derde helft. Dit is de club waar je samen strijdt voor de winst. In de stromende regen en in de brandende zon. Dit is de club waar je vrienden maakt voor het leven. Het is de club van ons allemaal. Toch? Dit is mijn club. Ik was 8 toen ik begon met voetballen, ja. En waar heb je allemaal gevoetbald? Ik ben begonnen bij Nieuwe Sloten. Daar heb ik eerst een tijdje met jobbers gespeeld. Daarna al snel naar een meidenteam. Ik ben voetbaltrainer van Laakvertier uit Den Haag, Volkswijk. En ja, daar zit ik al eigenlijk mijn hele leven. Ja, ik ben daar grootgebracht. Mijn opa is daar altijd geweest. Mijn ouders. Ja, het is gewoon een familievereniging. En ja, dat proberen we ook in stand te houden zo. Je gaat gewoon heel veel nieuwe mensen leren kennen. Je komt op plekken waar je normaal gesproken misschien niet zo snel komt. Want in mijn team zitten bijvoorbeeld mensen die nog nooit met de trein zijn geweest. Zijn nog nooit in Amsterdam geweest. En ik heb 2 mensen met team zijn vrachtwagenchauffeur. Ja, in Den Bosch ken ik niemand die vrachtwagenchauffeur is. Dat vind ik het allermooiste van voetbal. Gewoon het hele ritueel, alles om een wedstrijd heen. Kleedkamerhumor, in de kantine, met alles en iedereen om je heen. En gewoon ja, het voetbalspelletje zelf natuurlijk. Het is allemaal fantastisch. Het is gewoon... Het is zo raar dat ik hier zit om dit bespreekbaar te maken. En dat ik wil dat het bespreekbaar gemaakt moet worden. Het is de wereld op z'n kop. Maar het is wel nodig. Nee, dat is juist mooi. Die jongens, die hebben we allemaal aangenodigd. Alleen Cor zegt, ik heb 17 man. Nou, luister even, jongens. Ik wil een discussie opbrengen. Ja. In deze maatschappij zijn er heel veel mensen die gediscrimineerd worden omdat ze van dezelfde geslacht houden. Dat is niet. Jawel, dat is racisme. Als 2 dames of 2 heren op het straat lopen, worden ze heel vaak gediscrimineerd. Ja. Ja, dan willen wij wat aan doen. Door de voetballers met een aanvoerdersbal te laten lopen. Steken ze eventueel op je raam of op je auto posters om het toch wel onder de aandacht te brengen van de mensen. Maar het begon volgens mij op straat. Meestal dan waren de kinderen met een bal en dan ging ik gewoon meedoen en dat vond ik ook echt leuk. Dus ja, op een gegeven moment had ik mijn diploma's gehaald voor zwemmen. En toen dacht ik van ja, dan ga ik nu een sport uitkiezen. Mijn vader die was echt heel erg aan het supporten daarin. Die ging altijd met me mee. En ja, die had me ook trucjes geleerd en dat soort dingen. Daarna ben ik
even een periode gestopt. Op een gegeven moment kwam, zeg maar, woonde ik niet bij mijn ouders. En waar ik op dat moment woonde, van hun mocht ik niet voetballen. Ze zeiden niet gelijk dat het een jongensport was. Ze zeiden eerst van, ja, daar hebben we geen tijd voor in de weekenden. Maar ja, je merkte aan hun dat zij heel erg wilden dat ik een meisjes iets ging doen. Want op het moment dat ik een andere sport zoals dansen of zo zou willen doen, dan was dat wel oké. Dus ja. Ja, het zijn toch een soort van ouders voor je. Dus op het moment dat zij zeggen, doe dit, dan doe je dat ook maar. En je weet niet beter. Je komt dank je ras zeggen. Ja, dat is. Maar zo staat hier. Ballonnen niet. Ja, die staat buiten. Ik voetbalde gewoon eerst dus bij de club waar ik in de jeugd heel lang heb gevoetbald. En op een gegeven moment kreeg ik een vraag van een trainer van een andere club. Van een dorp, zeg maar, net buiten Den Bosch. Dus ik had er op zich in het begin een goed gevoel bij. Tot ik volgens mij al bij de eerste training kwam. En ja, dan stap je toch een hele andere kleedkamer in dan je gewend bent. Het is een team met alleen maar witte mannen, zeg maar. En ja, andere onderwerpen in de kleedkamer, andere humor ook. Dat was een van mijn eerste wedstrijden, dus misschien de eerste 3-4 wedstrijden. Toen aan de zijkant, je ziet mensen al bedenkelijk naar je kijken van als je het veld oploopt. Van die mensen die al heel lang bij de club zitten, bijvoorbeeld, die normaal iedereen kennen. Dus je kijkt ze al zo aan van, hé, wie is dit? Ja, dan hoorde je dingen als je een kans miste, iets van roetmop of zwarte. Of ja, van je eigen mensen, gewoon van je eigen publiek. Dus dat was wel een nare ervaring. Geeft wel een deuk in zelfvertrouwen. En ik denk dat zelfvertrouwen een heel groot aspect is, zeg maar, in het voetbal. Het haalt je ook gelijk uit je wedstrijd, dat weet ik wel zeker. Want ik weet ook daarna dat ik ook was je gewoon bijna bang, zeg maar, om een actie te gaan maken of om weer een kans te gaan missen, zodat ze niet weer gingen roepen. Dus dat is ook een van de redenen dat ik daar ook maar 4 maanden heb gevoetbald. Al die mensen die hier voetballen, ben ik bijna 100% van overtuigd, voelen zich niet gediscrimineerd en behandelen we niet racistisch. Ben ik bijna van overtuigd. Ondanks dat wij de Amsterdamse club zijn met een grote mond en met een hart op de tong en met humor. We weten al jarenlang wat er gaande is met discriminatie op het veld. Maar als het 2 jaar geleden of 3 jaar geleden hadden wij hier al die regenboogvlag hangen. Ik weet het niet, of nou, jullie dat nog weten. Juist, ja. Oh, en dan zijn wij een racistische vereniging omdat we... Want deze stempel krijg je gauw, hè? Amsterdamse gezellige vereniging. Dat bedoel ik dus. Discriminatie. Bullshit, ja. Man. Je wil je eigen cultuur waar iedereen welkom voor is. Ja. Ja. Ik begrijp wel dat vaak bepaalde mensen, als je in je omgeving alleen maar met bepaald soort mensen opgroeit en ook niemand hebt in jouw omgeving die jou anders leert, niemand in jouw omgeving hebt van een andere cultuur, dat het heel moeilijk is om dan uit dat soort systeem te komen, zeg maar. Het is ook vaak niet alleen racisme, maar ook xenofobie. Gewoon bang voor hetgene wat ze niet kennen. Dus dat zou ook, weet ik veel, homo's kunnen zijn of zo daar, dat ze dat ook iets tegen hebben. Of dat ze denken van, hé, wat is dat nou weer? Het is gewoon, je bent anders en dat zijn ze niet gewend. En dat merk ik heel erg, dat had ik heel erg gemerkt. Nee, maar even serieus, jongens. Damesvoetbal, laten we eerlijk zijn. Is kut. Als je naar Nederlands elftal kijkt... Is ook kut. Nee. Nou, dat lappen wel. Maar voor de rest, als je... Ze luisteren allemaal mee dan. Als je hier de dames ziet... Dat maakt niet uit. Is wel oké, kunnen er 2 voetballen. Ja, nou, maar... Is ook niet Ajax-team. Nederlands damesteam is wel... Nederlands damesteam lijkt op voetbal. Jongens kregen bijvoorbeeld, speelden altijd op het hoofdveld. En wij kregen meestal dan het veld wat over was. Hetzelfde met scheidsrechters. Je hebt een bepaald aantal scheidsrechters. En heel vaak moesten wij zelf als team een scheidsrechter regelen. Of iemand die aan het kant lag. Gewoon dat soort kleine dingen. En
Ja, eigenlijk stond ik daar helemaal niet bij stil. Omdat het was gewoon zoiets van, ja, jongens zijn beter volgens hun. Dus hun krijgen het beste veld. Of ja, krijgen een soort van voorrang. En ja, dat is eigenlijk nog steeds zo. Op heel veel amateurclubs betalen gewoon evenveel contributie. Ja. Kijk, tuurlijk kan je zeggen van, je hoort het en het doet je niks. Maar onbewust ga je er toch in geloven of zo. Van, oh, misschien zijn wij wel minder goed. Of kan je niet bereiken wat hun bereiken. Ja, dat komt echt van vroeger, zeg maar. Dus dat is dan ook, dat merk je niet alleen op het veld of in de voetbalwereld, maar ook in het dagelijks leven. Ergens maakt het je ook weer sterker of zo. Omdat je juist dat gebruikt als motivatie van, oh, hun denken dat ik het niet kan. Dus dan wil je juist bewijzen dat je het wel kan. Ja, maar dames, voetbal zit wel in de lift. Laten we dat maar gewoon noemen. Het zit wel in de lift. Ja, ook bij de amateurs. En als je kijkt naar Madeira, kunnen er tussen neus en lippen over dollen. Maar wij hebben ook een goed damesteam hier. Ik ben standby. We hebben een vrijdagavond bloedgezellig dameselftal. Ja. Die knopjes, zeven elftallen lopen te voetballen. Nee, nee, doe nou serieus, man. Is ingesteld. Bij de afgelopen vrijdag weer half hier, hè, met die vrouwen. Nee, dat was gewoon feest. 100%. Of niet? Ik ging iedere keer naar de stad toe en ik ging niet naar de normale clubs toe. Ik ging ik vind het ook zo raar om te zeggen, naar gay clubs en dat is gekkigheid. Waarom vind je dat gek om te zeggen? Ik ben zelf niet zo, hoe zeg je dat? Ik vind het allemaal leuk, maar ik praat er liever niet over. Omdat ik, misschien is het een beetje gecreëerd. En ik vind het ook prima zo, hoor. Het hoeft van mij ook niet. Het is goed zo. En wat bedoel je met het is gecreëerd? Ik denk dat het gecreëerd is door de matchwereld in de voetballerij. En ja, weet je, nu praat ik allemaal heel makkelijk over en het interesseert me eigenlijk vrij weinig. Maar toen de tijd, zeker toen ik nog in de kast zat en dat het allemaal niet zo bekend was, ja, dan praat je daar gewoon niet over. Natuurlijk. Bij de vrouwen is het weer wat makkelijker. Dan is de helft lesbienne. En daar wordt dan niet zo heel raar over gedaan. Het is meer echt een mannendingetje. Je moet gewoon eigenlijk in de horde meelopen en je moet het eigenlijk altijd over vrouwen hebben. Maar over de rest wordt niet gesproken, zeg maar. Want dat is er niet. Ze hadden het nooit bij me verwacht, puur om hoe ik ben. Ze hebben altijd een stereotype voor zich. Een bepaald beeld hebben ze over homo's. Als er een keuze had geweest, had ik anders gekozen. Ja, het is er niet. En als er een pilletje voor zou zijn, zou ik heel snel dat pilletje nemen. Want het maakt het leven zo makkelijker. Ja, de technologieën zijn heel ver, maar niet zo ver. Een klein dingetje voorlezen, als je dat goed vindt. Want dat heb je denk ik wel eens op het nieuws gezien. Er was een voetballer in de Premier League.
Die had een anonieme brief gestuurd. Ja. Ik ga een klein stukje voorlezen. Er is iets dat me onderscheidt van de meeste andere spelers in de Premier League. Ik ben homo. Maar alleen mijn familieleden en een select groepje vrienden zijn op de hoogte van mijn seksualiteit. Ik voel me er niet klaar voor om het te delen met mijn team of mijn manager. Dit is moeilijk. Ik breng het grootste deel van mijn leven met deze jongens door. En als we op het veld staan, zijn we een team. Maar toch, iets in mij maakt het onmogelijk voor mij om open te zijn met hen over hoe ik me voel. Ik hoop van harte dat ik op een dag het wel kan. Ik weet al sinds mijn 19e dat ik homo ben. Hoe voelt het om zo te moeten leven? Van dag tot dag kan het absoluut een nachtmerrie zijn. Het tast mijn geestelijke gezondheid meer en meer aan. Ik voel me gevangen en ik ben bang dat het alleen maar erger wordt als ik de waarheid over mijn geaardheid vertel. Ja, ik herken wel dit verhaal. Ja. Nou, ik maak helemaal geen uitzondering over wat voor geslacht en waar iedereen van houdt. Of, dat interesseert me niet. Je hebt het nu over een ander. Ja. Dat is leuk. Maar ik heb het in mijn familie ook, ga ik eerlijk zeggen. Dat zag ik aan je. Nou, daarom. Ja. Helaas. Nee. Ik ga geen stickers op mijn auto plakken, ik ga niks. Ja, maar ik vind als je in de sport een statement en een aanvoerdersband, ben ik het mee eens. Maar ik ga niet apubliek zeggen, ik ben er tegen of ben ervoor. Ik hoef hier thuis niet mee aan te komen met potten. Want mijn moeder, de zus, is een lesbienne. En daar zegt mijn moeder, hey, pot. Het is geen pot, hè? Het is een lesbienne. Juist. Hey, jongens, zijn vrouwen. Als we nu al geplakt worden op het Amsterdamse accent dat wij ons nee, tuurlijk, noemen, dan weet ik het niet meer. Maar dus, deze taart kan dat niet meer. Voor mij is het heel simpel. Je bent zoals je bent. En als jij vindt dat jij met een man, of jij vindt een vrouw met een vrouw, bij mijn kerst ga lekker je gang genieten van het leven. 100%. Klaar. Vroeger als ik wilde voetballen en dan ging ik gewoon met mijn bal en mijn voetbalkleren naar het pleintje. Ik durfde nooit gelijk te vragen van hey, mag ik meedoen? Dus ik ging eerst gewoon een beetje observeren wat voor soort jongens zijn het. Het was zeg maar niet vanzelfsprekend dat op het moment dat je aankomt lopen en dat ze zeggen van hey, doe je mee? Ze vonden het soms zelfs raar dat meiden gingen voetballen. Als ik eenmaal genoeg moed had verzameld, dan zei ik van ja, mag ik meedoen? En ja, nog steeds merk je dan wel als je bijvoorbeeld een jongen een panna geeft of iets, is dat 10 keer erger dan dat wanneer een jongen dat doet. Maar ja, wat je wel merkt is dat je er wel dus verandering in kan brengen als je eenmaal daar overheen bent, zeg maar. Op een gegeven moment zat ik de teams te maken en iedereen. En ja, zodra ik iemand zag langs de lijn die mee wilde doen, vroeg ik gelijk van, hé, hey, doe je mee? En, omdat ik zelf weet hoe dat is om dat niet te hebben, zeg maar. Ja. Voetbal is gewoon net als het leven bijna, toch? Veel aspecten van het leven vind je terug in voetbal. Misschien bijna alle aspecten. Dus ook racisme, discriminatie. In de kleedkamer is er ook een cultuur, zeg maar. En iedereen neemt zijn eigen cultuur mee in de kleedkamer. En in de kleedkamer vermengt dat zich een soort van. Want bijvoorbeeld als ik de Bluetooth-box heb in de kleedkamer, dan draai ik ook hip-hop. Maar dan moet ik ook Frans-Duits draaien. Of weet ik veel, af en toe hardstyle of techno of zo. Terwijl ik dat totaal niet luister. Dus dat is wel hard. Daar heb ik eigenlijk niet eens super bewust bij nagedacht. Maar nu ik het zeg, denk ik van, hé, dat is wel hard, man. Kijk, de wedstrijd blijft het dingetje. Daar train je voor.
Daar ben je voor een heel seizoen ben je bezig om zo hoog mogelijk te eindigen. Maar alles eromheen vind ik toch wel prachtig. Ik denk ook gewoon, het brengt mensen echt samen. Op het moment dat je elkaar niet kent, dan kan je met een bal alleen al heel veel contact leggen met een ander. Ja, toen ik zeg maar voor één seizoen was gestopt, toen zat ik wel te twijfelen, ga ik nog op voetbal? Heb ik er nog wel zin in? Op een gegeven moment ging ik gewoon bij mijn oude club zeg maar, ging ik gewoon kijken. En dan dacht ik van, kutzooi, ik had hier ook op het veld kunnen staan. En dan zit ik dan op de tribune een beetje te kijken. Dan merk ik van, ik hou echt van voetbal. Want ik kan zeg maar, heel moeilijk naar kijken als ik zelf niet speel. Als je weet dat je daar ook kon staan en dan kijk ik ernaar, dan denk ik ook van, pff, fuck man. Ik zou me ook geen leven zonder voetbal kunnen voorstellen. Dit zijn de lijnen waarbinnen we ons begeven. De 16 meter en de middencirkel. We staan allemaal op hetzelfde veld. Het gras is even lang. De goals zijn even breed. Maar de kans om te scoren is niet even groot. De lijnen op het veld trekken we zelf. Maar toch is het een dunne lijn tussen erbij horen en erbuiten vallen. We maken samen de voetbalclub. Lindley, Maurice en Dunja, de mannen in de bestuurskamer, de spelers, de coaches, de scheidsrechters en de trainers. Samen zorgen we ervoor dat de kids die nu beginnen een andere club binnenstappen dan wij. En zo kunnen alle voetballers doen waar ze het beste in zijn. Voetballen. Het is weer zondag. Haal mijn shirt uit de was. Het is nog maar net middag, maar het eerste biertje wordt getapt. Dit is onze club, de club van jou en mij. De samenhorigheid. Iedereen krijgt hier dezelfde kans. Wit, zwart, arm of rijk. Maar wat nou als ik anders ben? Homo, vlaatstaande vrouw. Was ik dan wel bij die club waar ik met heel mijn hart van hou? Want dit is mijn club waar ik zoveel van hou. Mijn club en ook die van jou. Mijn club, strijden tot ruim. Mijn club, een beetje rellen hoort erbij. Mijn club, de club van iedereen. Mijn club, hier ben je nooit alleen. Mijn club, hier zijn we thuis. Mijn club, maar we zijn nog veel te ver van huis. Wat kunnen jullie in bullshit uit de haat komen, zeg? Jeetje. Geef je adem in nu.